Prestige Worldwide is juist heel goed de vertaalslag maken van wat de artiest hier ziet. en hoe dat technisch produceerbaar is. Hij is de stille kracht achter uitverkochte optredens van SOR in het concertgebouw. en Boef in AVAS. en werkt met artiesten als Naas, Gaida en Joshua J. We gaan kennis maken met Rakesh Kanhai van Prestige Worldwide. Welkom bij 7D TV. Rakesh, hartelijk welkom. Wow. Leuk dat je mijn gast bent. Ja, het is een intro'tje. Wow, ja, het is nog waar ook hè? Ja, ja. helaas, <laughs> dus we gaan, beginnen met, we gaan met, beginnen met drie dilemma's, een beetje ja. op te warmen. Ja. Um, uh, zelf op het podium of anderen op het podium helpen? Anderen op het podium helpen. Uh, zo beneden de nuance. Uh, creativiteit of commercieel succes? Creativiteit. Dat zijn geen moeilijker tot nu toe. Nee, nee, die is heel makkelijk. Um, wat heb je voor succes nodig? Talent of karakter? Car oh. karakter... Als je moet kiezen, karakter. Precies, maar, ja. maar eigenlijk zet je allebei, hè? Talent helpt. Ja. Maar liever heel veel karakter en een beetje talent... dan heel veel talent en geen karakter. Ja, precies. Ja. Uh, daar gaan we zo meteen nog uitgebreid over hebben. Uh, want je bent een heel interessant figuur om, te, om zeg maar te profilen. Dus ik vind het leuk dat je mijn gast bent. Maar laten we eens beginnen. Van de huis uit ben jij DJ, toch? Ja, klopt. En uh, ik las iets over een of andere langlehe ontmoeting... met Lange Frans op het Waardloplein of zo. Is hey. dat... dat ja, is, <laughs> vertel is een true story. Ik... Ja. Uh, ik was, uh, ik was al dj in mijn eigen hoofd. Ik was thuis de hele dag aan het scratchen. drie uur, vier uur per dag gemiddeld. En ik had op een gegeven moment een spiegeltje zo neergezet. Dat ik dus kon zien hoe ik eruit zag terwijl ik scratchte. En toen kwam er een discobal bij. En toen was het oké, okay. nu komt het publiek bij. Dus ik was eigenlijk per ongeluk al aan het visualiseren. Manifesteren, en manifesteren heet. dat ja. er mensen stonden. En mijn broer die was ook al dj. En ik liep met hem op Waterlooplein. En toen kwamen we Lange Frans tegen. En mijn broer die kende Lange Frans al en vice versa. En toen zei lange Frans ja, er staat uh, een van mijn artiesten in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Uh, toen, toen was dat Jesse, en hij zei uh, en, uh, ja, hij zoekt nog een DJ. Wil jij dat niet doen? En toen zei mijn broer, uh, nee ja, ik kan liever hem nemen, want hij is, hij is meer die leeftijd. En toen stond ik in een week daarna in de finale van de Grote Prijs van She Nederland. Is. Dat was eigenlijk mijn, mijn tweede gig ooit, misschien mijn derde. Maar dat is meteen zeg maar high level. Ja, Mijn eerste gig was, was op het Nemo-gebouw uh, op Amsterdam Centraal. Toen moest mijn broer eigenlijk draaien. Ja. En toen belde hij me uh, met: Jo, jo, uh, je moet daar en daar zijn. Neem een platenbak mee. En uh, dan ga je een uurtje draaien. En ik zei: Ja, 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 ja. dat is mijn droom. Maar toen moest ik dus die platenbak ook echt. Ik weet niet of je dat, uh, ja, dat weet, misschien weet je wel, van Centraal Station tot het Nemo-gebouw. Ja. Is best wel een stuk lopen. Ja. En het was ook over het water en het was een beetje krakkemikkig allemaal. En halverwege gooi ik die bak neer en zeg ik... Hey, fuck dit, man. Zomaar gooit hij me in het diepe. Wat is dit voor onzin? Slecht geregeld. En eigenlijk angst uh, yeah. sprak tot me. En toen ben ik, heb ik toch doorgezet en ben ik wel gegaan. En toen kwam ik er voor het eerst achter dat als je gaat draaien thuis... dat alles goed is. Dat als je gaat draaien voor het publiek, dat je hand in een yeah, 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 en zo gaat... en niks al... meer weet... <laughs> Ja, dus dat was mijn eerste echte gig. En, maar toen heb ik het wel echt gedaan ook. Mm. En daardoor is het steeds meer, meer. Maar ik heb eigenlijk altijd doodsangst gehad voor shows. Mm. Een totale paniek. Hoe ben je er vanaf gekomen dan? Door het te doen? Door het te doen, maar eigenlijk heb ik het stiekem nog steeds. Ik heb het zelfs ook namens mensen. Dus, dus ik, maak, ik maak een show voor iemand, ik bedenk iets. En dan ga ik gewoon eigenlijk vanuit de zijculissen gewoon zo. Ja, als het ja, ja, ja. Tot het gelukt is, denk ik yes. En dan kan ik het echt loslaten. Maar je, je bent aan alle kanten bezig met, met podiumkunsten, noem ik het maar even: hè? met ja. live shows en alles. Dus ja. We denk daar veel meer over vanuit verschillende invalshoeken. Ja. Maar waarom kies je dan voor dat vakgebied als je er zo, je er zo naar kijkt? Zo? Ja, dat is heel gek. Ik, ik denk dat alle artiesten artiesten worden om iets te helen in zichzelf. Hm. Ik ben daar heel laat achter gekomen dat dat voor mij ook geldt, omdat ik mezelf nooit als artiest zag. Ik was gewoon de DJ en ik ging gewoon dingen fixen. Um, maar ik kwam er toen op een gegeven moment, ja, ik denk pff, 26 of zo achter, dat het echt ook de reden is dat ik het podium ben gaan opzoeken om iets te helen in mezelf. Uh, en dat heb ik dus niet op het podium gedaan, maar juist van het podium af. Want jij zei al, hè, we spraken met elkaar net even van van tevoren, je zei van dat als ik kijk naar jouw jeugd, zeg maar, jouw opgroei, dat was niet echt, zeg maar, gemiddeld. Heeft dat ermee te maken dan? Of tenminste, hoe heeft jou dat dan gevormd? Nou ja, kijk, als je in de Belmer opgroeit. Uh, en je, uh, je komt uit een migrantengezin. Veel kinderen, weinig geld. Uh, en ook gewoon barre omstandigheden. De Bijlmer heeft niet uh, een hockeyclub. <laughs> we gaan niet even lekker voetballen op zaterdag. Dat doen we op straat. We ja. zijn wel beter dan de mensen die voetballen op zaterdag. Ja. Maar uh, dat dwingt je op een bepaalde manier om heel creatief om te gaan. Met hoe, hoe maak je een identiteit voor jezelf? Weet je wel. Ik heb nu al stoere schoenen aan van weet ik veel hoeveel honderd euro. Maar toen had je dat niet, dus dan wil je, dan moet je jezelf onderscheiden met allerlei andere trucjes. Uh -huh. Humor was bijvoorbeeld mijne. Uh -huh. um, en wat je daar dus ook leert, is het, het verschil tussen en ik zeg dit vaker, een, een hoed opzetten en een hoed dragen. Dus in de Bijlmer... als je iets doet waar je niet achter staat, je draagt een vestje waarvan je denkt van, uh, nou nu gaan ze me cool vinden. En je komt met dat vestje aan, het is het eerste wat ze zeggen. Pff, een neppe fesje, ja, ja. Maar als je hem aan hebt, als je er geen enkele twijfel in hebt van dit is mijn fesje, dan kan je zelfs met nagelak lopen. Ja, ja. En dan maakt het helemaal geen moeren uit. Maar dan moet je wel eerst weten wie je bent. Dan, dan, ja, dus er mag geen enkele cel in jou twijfelen aan die beslissing. Hm. En dat heb ik dus eigenlijk op de harde manier geleerd. Het is of je doet iets en je wordt gepest, of je doet iets en je wordt niet gepest. En het verschil is eigenlijk sta ik achter wat ik doe. Dus pesten in de Belmer was eigenlijk meer een soort training voor mij. Uh. Gelukkig ben ik ook niet veel gepest hoor. Ik was eerder een beetje een pestkop. Oh ja. <laughs> ja, grappen maken. Niet zozeer naar. Maar het leert je heel erg kalibreren, sociaal kalibreren. Is dit authentiek wat ik zie? Ja of nee? Dus vaak mensen met een traumatisch verleden, die kan je niet snel voor de gek houden. Uh -huh. Want die zijn al zoveel voor de gek gehouden. Uh -huh. En dat is een kracht eigenlijk geworden. Ja. ja. Had jij willen ruilen? Nee, zeker niet zelfs. Ja. Ik, ik kijk soms naar uh, hoogopgeleide mensen met uh, vangnetten en vangnetten in vakantiehuizen. En die, die weten niet wat ze willen met hun leven. Ze ja. zitten helemaal in de war, in de knoop met zichzelf. Ja. En ja, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Je zal altijd een vorm van zelfreflectie en botsing met jezelf meemaken. Ja. Alleen, ik denk dat als je, als je vanuit. Armoede of trauma komt, dan, dan is dat wat sneller of misschien wat met nood gedwongener of zoiets. Ja. En luister, als je zegt, begon als DJ, uh, uh, het podium opgeflikkerd, zeg maar even. Ja. V vrij, vrij letterlijk. <laughs> ja. ja. Uh, bezig geweest met jezelf, uh, ja. heel veel. Neem ons even mee hoe jij uiteindelijk bij die artiesten, want ik noem er maar een paar, maar SOR in het concertgebouw, echt ja. waanzinnig. Ja, ja, ja. Uh, Avas, Boef ook op zijn manier waanzinnig zeker, zou we zeggen. Zeker. Uh, en daarna nog een aantal artiesten. Trouwens dank, want ik heb research gedaan en Joshua J had ik met alle respect nooit van gehoord. <laughs> wat de muziek maakt die gast. Ja, ja, ja. ja. Uh, hoe ben je bij die gasten beland? En hoe ben jij in die rol beland van? Hoe noem jij het zelf? Ar artiesten manager? Nee, of nee, hoor. ik ben creative, creative producer en dramaturg. Uh, dramaturgie is een woord dat ik geleend heb uit het theater. Ja. Uh, is mij eigenlijk toebedeeld door iemand van het Fonds Podium van oh, dus je bent eigenlijk gewoon een soort dramaturg voor popmuziek. Ja, Oké, okay, ja, is goed. Ja, ja. ja. <laughs> Klinkt wel. <laughs> yeah. I'll take it. Maar eigenlijk is het ontstaan uit, uh, uit uh, noodzaak. Uh, in, in heel veel shows ging het goed. Dan kreeg uh, de artiest alle applaus en alle aandacht. Ging het fout. En dan keek iedereen zo naar de DJ's van uh, wat doe jij? Maar 9 van de 10 keer was het niet mijn schuld. Het was ja. gewoon iets niet geregeld. Ja. En toen dacht ik, ja, ik ga daar niet meer. Ik wil dit niet meer. Dus ik ga alles regelen. En toen ben ik de setlisten gaan maken. Toen ben ik me gaan bemoeien met... Wat zeggen we eigenlijk? Waarom kom je op en zeg je hallo, goedenavond? Dat ja. moet je niet doen. Je moet mysterieus zijn. Je, je zegt niet geen hallo, goedenavond. En toen ben ik dat een beetje gaan bestuderen. En toen zag ik... Wow, er zijn in Amerika hele, hele werelden hieromheen. En in Nederland doet niemand dit. Ja. Uh, dus ik ben het gaan doen uit, uit noodzaak. Just trying to not look bad, zeg maar, als DJ. En ben het dan... Op een gegeven moment ben ik er geld voor gaan vragen: van, hey, uh, ik ben niet alleen je DJ, ik ben ook je regisseur, ja. ik heb ook de setlist gemaakt, ik heb ook het lichtplan bedacht. Ik heb ook dit, ik heb ook dat, ik heb ook een scenograaf of een decorbouwer. En dat is op een gegeven moment. Uh, dat ging zo goed dat ik per keer dat ik ergens was, uh, je noemt net Joshua J. Nou, in het begin van je carrière heb je niet zo heel veel geld te besteden aan een eigen lichtman en een eigen geluidsman. Dus dan kom je op plekken. Maar dan staat er al iemand die het licht of het geluid doet. Nou, als je dat tien jaar lang doet, dan kom je er op een gegeven moment achter... van als hij er is, klinkt het altijd heel goed. Mm. Als hij er is, is het licht altijd heel mooi. En omdat ik... Uh, het zijn een beetje de unsung heroes. Het zijn de mensen die nooit echt aandacht uh, of liefde krijgen. In ieder geval vanuit de artiest. Uh, dus ik ben dat gaan doen. En uh, toen, uh, ja... Pff. Het is eigenlijk een soort... Het is een, het, is een, het is een team effort. Dat is eigenlijk wat je zegt. Totaal. Maar in hoeverre ben jij met die producer-kant bezig... en in hoeverre ben je met de creative-kant bezig, zeg maar... Evenveel. Uh, wat, wat wij doen, Prestige Worldwide, is juist heel goed in de vertaalslag maken van wat de artiest hier ziet of, of wilt en hoe dat technisch produceerbaar is. Want het zijn twee verschillende talen. Succes en geluk horen op een of manier niet altijd bij elkaar, hè, bij artiesten. Nee, Ik heb die docu vraag. gekeken van, van Lille Kleine bijvoorbeeld. Ja. Ik werd daar best wel verdrietig van. Weet ja. Wel. Ja. Hoe zie jij dat? Ik vind het zo'n goede vraag. <hums> Het is echt paradoxaal, want het succes... Je bent een oprecht mens en je maakt een authentieke kunst, een ja. liedje whatever. En het, uh, de, het resultaat daarvan staat haaks tegen hoe je daar eigenlijk gekomen bent. Ja. Je, je, je wordt niet oprechter van allerlei Gucci-kleding en geld en aandacht van vrouwen. Daar word je niet per se beter in jezelf zijn van. Nee. Uh, dus daar is een rare paradox. Ik vind eigenlijk succes de vijand van inspiratie. En ik vind schaarste de vriend van inspiratie. Gebrek is, is echt een, uh, een belangrijke, uh, niet zozeer voorwaarde, maar uh, factor in uh, creatief succes. Zierstof. En dan is het de truc, ja, en dan is het denk ik de truc om jezelf weer in die, uh, niet zozeer schaarste denken, maar in een soort, ja, de lol van niks hebben. Dus de meeste mensen zeggen van ja. De meeste succesvolle artiesten zeggen ja, de leukste tijd was toen ik het niet had. Ja. Toen ik gewoon met mijn Mattis in de studio zat en jammen en we wisten het niet. Ja. Nou, ga daar naartoe dan. Wat ik zo mooi vond aan die zorg, ja. was dat hij aan de ene kant, dus is ook zo'n straattype ja. als je hem ziet, weet je wel. Ja. Maar als je hoort hoe hij over Beethoven ja. praat, of over ja. Satie. Ja. <laughs> hoe noemde hij het nou de OG van ja. ambient music, ja. denk ja. Ik gewoon, hè? Ja. weet je wel? Ja. Uh, dat mixen van die twee werelden. Ja. Uh, hoe belangrijk is, dat het ook zo'n boef, we kennen allemaal nog wel dat ja. hij honderd jaar geleden ergens een keer aan zijn talkshow tafel zat. Ja. Dat je gewoon heel pijnlijk ziet dat, dat ja. verschillende werelden elkaar totaal niet snappen. Ja. Uh, hoe maken we dat beter? Want volgens mij kunnen we kunnen verschillende werelden juist veel van elkaar leren. Ja, dat, ik denk dat dat proces twee tweeledig is. Enerzijds, uh, want dan heb je eigenlijk heb, heb je het een beetje over high high culture, low culture. Uh, klassiek hip-hop, toch? Ja, bijvoorbeeld. Ongeveer, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ja. ook nou ja, Of Belmer of, of Gooi. Bijvoorbeeld. Twee, twee onwaarschijnlijk gescheiden werelden. Precies. Uh, maar die zijn eigenlijk veel dichterbij dan je denkt. Ja. De links tussen ons zijn, zijn virtueel gescheiden. Maar praktisch is het helemaal niet. Zoals ik nu hier naar buiten loop en ik vraag aan iemand wie is Mozart. They don't know, jongeren. Als ik vraag wie is Josilvio. Oh, they know. Yep. Dus mijn taak is denk ik dan ook om te laten zien, en dat is waar zorg... ...een ongelooflijk goed voorbeeld van is. Ja. En alle credit naar hem trouwens... ...want dat is echt ook zijn gedachtegoed... ...waar ik toevallig, dat deel ik gewoon. Mm. Uh, er is geen verschil tussen... ...hoge cultuur en lage cultuur. Het is maar net wie het, wie het bekijkt en beoordeelt. Um, dus... Ik denk dat toen Mozart in zijn tijd Mozart was, dat er ook iemand was die zei: Dit gaat nooit werken, man. Ja. <laughs> wat denk je nou? Ja. Dat denk je commerciële troep van jou. En ja. het werkt. Ja. We zitten hier nog steeds. Dus de verschillen zijn niet zo groot eigenlijk. De verschillen zijn kunstmatig gefabriceerd. en ja. hebben meer socio-economische wortels dan echt in de kunst. Snap je ja. wat ik bedoel? Het, het ja. is, heeft meer te maken met het functioneel scheiden van mensen. Ja. Uh, wat, een, wat gewoon meer met klassicisme te maken heeft. en niets te maken heeft met de waarde van die kunst en juist in jouw wereld zijn die grenzen er eigenlijk helemaal niet. Zeg nee, ik, ik vind het juist heel fijn. Ik heb bijvoorbeeld de heb ik een show met Dobboy gemaakt uh, en toen zag ik dat hij een grill in had. Dat is, ik weet niet of je weet wat een grill ja, is. Ja, zeker. En toen dacht ik, hoe vet zou het zijn als een beleidsadviseur in Den Haag rondloopt met een grill? <laughs> Want ik ben enerzijds hoog opgeleid, maar ik ben anderzijds een hip hop DJ en dat is voor mij heel logisch, maar voor Heel veel mensen in het uh, uh, culturele leven is dat niet zo logisch. Ja. Dus ik heb een grill gekocht. <laughs> ik zat nog te twijfelen om hem in te doen vandaag, <laughs> maar ik kan maar, nog niet zo goed praten met dat ding. Ik, weet ik uh, zo. Uh, <laughs> maar luister, want even voor duidelijkheid, jij bent ook beleidsadviseur, hè? Ik ben beleidsadviseur. Want, ja. je, want vertel eens even van uh, een gemiddelde week, zeg maar, van Rakesh. Wat doe jij allemaal? Maandag uh, ben ik stratege bij het fonds voor, Cultuurpart fonds voor cultuurparticipatie. Ja, uh, dat is sinds uh, kort. Dinsdag geef ik les op de Herman Brood Academie. Uh, de rest van de week uh, ben ik en ook dus beleidsadviseur in Utrecht. En daarnaast beleidsadviseur voor de Raad voor Cultuur in uh, Den Haag, waar ik me voornamelijk bezig hou met het Jonge Makersplatform. Met de jongeren en jonge kunstenaars uh, hun, hun leefwereld betrekken bij hoe wij advies schrijven. Uh. Dus ik probeer op beide plekken een stem uit de praktijk te zijn en een stem van een minder vertegenwoordigde groep in hoe in de plekken waar beleid gemaakt wordt ja. te zijn. Hoe is dat? Spannend Als man. Als jochiet erbij allemaal. Spannend, ja, <laughs> sp spannend, want ik, ik merkte in het begin dat ik ik werk er nu al twee jaar ja, ja. en ik, ik ik heb ook onderzoek gedaan op de Universiteit van Amsterdam en dergelijke, dus ik weet wel hoe ik me in die gremia moet bewegen. Ja. Uh, maar het was wel spannend, of vooral ook omdat ik twintig jaar lang zzp'er ben geweest en in ene was het. Uh, uh, niet vergeten je vakantiedagen door te geven. Oh ja, wat? Maar vooral spannend, uh, omdat ja. ik, ik merkte bij mezelf een assimilatiedrang in het begin. Vooral niet opvallen en op niet de verkeerde manier opvallen. Ja. En toen dacht ik, nee, op een gegeven moment was dat ook best wel problematisch geworden. Dat ik gewoon niet meer wist hoe ik me moest verhouden tot al die verschillende petten die ik wel eens draag. Ja. Uh, maar dat is nu gelukkig helemaal uitgebalanceerd, totdat ik gewoon eigenlijk ben. Ik ben gewoon ik ben een beleidsadviseur met een grill. Dat ja. is het. Dat is ook waarom ze je willen hebben waarschijnlijk. Dat oh. is precies het perspectief dat ja. daar nodig is. En ja. waar, dus ik hoef niet te assimileren. Ja. En dat willen ze ook niet. Ja. Uh, en dat, dat vind ik wel... Het moeilijkste wat er is, hè? Dat niet doen. Dat je oh. in welke situatie ook bent, oh. dat je jezelf bent. Code-switching noemen, noemen de jongens, <laughs> jongeren, jongeren het. En het is aan de ene kant mijn kracht, want je bent ja. een chameleon. Ik kan met iedereen bewegen. Ik ja. kan met, met, met boefen bewegen. Ik kan met... Een boef bewegen en met een burgemeester bewegen, want een burgemeester is ook gewoon een boef en een boef is ook gewoon een burgemeester, eigenlijk ja. en ik weet dat, ja. dus ik beweeg met beide. en ik begrijp ook dat ze eigenlijk naast elkaar aan tafel willen zitten, maar het mag niet van de society, ja. nou ja, dan zijn wij die tafel toch en prestige. Worldwide is een soort je ergens beschreven als een club, een, een club met nerds die hoor ja. toffe dingen doet, ja. Uh, dat doe je voor artiesten. Ja. Uh, Veel al achter de schermen of naast de schermen. Of uh, uh, onder, de schermen. Uh, onder, onder de schermen, waar het allemaal moet. <laughs> uh, maar ook in de zakenwereld, toch? Klopt. Uh, kun je eens vertellen wat je daar doet? Nou, ik kwam er op een gegeven moment achter uh, dat ik dus goed ben in het vinden van een beleving van een, um, van een artiest. Ja. Ik begon als DJ en ik ben aan de praat geraakt met wie, wie organiseert eigenlijk al deze bedrijfsevenementen. Uh, nou, dat was meestal een vrouw. Uh, en meestal een, een, een hele. Een vrouw die met heel veel verschillende meningen moet dealen. Van ja, en we moeten ook popcornmachines. Oké, okay, is goed. En, oh ja, trouwens, <laughs> grote bedragen, weinig expertise op beslissingen, zeg maar. En toen ben ik dus eigenlijk in al die organisaties haar beste vriend geworden. Mm. Van hey, die, die gasten boven ons, die weten het niet. Nee, maar ik weet het wel. Dus, ja, en zij zegt altijd, ja, ik weet het niet. Ik zoek gewoon iemand die ik kan vertrouwen. Dan gaat het goed. En wat voor evenement heb je dan over? Reclamebureaus, ja, ja. Uh, uh, interne feesten, ja, ja, dat, soort uh, dat soort dingen. Dus ja, ja. Uh, Media Monks is een van mijn klanten, Aha. Ubisoft. Aha. Uh, klein bureautje, Media WP Monks. Ja, klein. <laughs> ze hebben geen resident DJ, maar ik ben een resident DJ. Cool, <laughs> dat is wel cool, leuk cool. En ik programmeer ook vaak. Ken ze al heel lang, Victor ken ik al. Vic ja, nou, dat is een training. vriend geworden inmiddels, ja, ja. Victor Knaap. <coughs> en Wesley. Hij heeft nog steeds beloofd dat hij hier komt, maar. Ik zal hem schreeuwen. Ja, ja, schreeuwen. Ik zal mij laten zien. En zeggen ze, ja, ik, hoe kan het dat ik eerder win dan jij? Echt? Maf case. Echt hè? Het hoeft al niet meer, knaap. Ja, Zoek hij is wel een toffe groot. Hij ja, heeft me man. ook veel advies gegeven. Ja. Hij kwam op een gegeven moment naar me toe toen ik mijn bedrijf had uitgetekend. Ja. <laughs> en toen zei hij: Maar ik snap er helemaal niks van. En heeft hij heeft zo driekwart weggestreept. <laughs> en zo: Dit is je bedrijf. <laughs> en dat is ook wel een beetje wat het is geworden. En uit. wat is je bedrijf? Als je dat allemaal wegkrast, wat blijft er dan over? Eigenlijk creative consultancy. Ja. En het kan ontaarden in productie. Ja. En omdat ik productieervaring heb, kan ik die creative consultancy beter doen dan wie dan ook. Ja. Ik snap jouw ideeën en ik kan met jou helemaal in die luchtballon fantasie stappen. We gaan achterstevoren moonwalken in een luchtballon met roze giraffen die naar beneden regenen. Oké, okay, cool. En dan ga ik op basis daarvan iets maken dat jou nog steeds dat gevoel geeft. En dat is, is mijn kracht. Waar verdien je even, heel plat Nederlands? Waar verdien jij meeste geld mee? Hè? Want je doet natuurlijk, je, je artiest. Prestige Worldwide. Doet, prestige Worldwide. Ja, en, ja. en dat zijn dan aan de ene kant artiesten waar je voor werkt. En aan de andere kant zeg maar, de zakenwereld. Ja, uiteindelijk ja, zo... ja, en wat het is geworden nu, is een beetje als de Avengers. Uh, 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 uh. En ik wil dan niet per se Iron Man zijn, maar dan ben ik dan maar Iron Man, want ik ben meestal de persoon die gebeld wordt. Uh, en dan word ik dan gebeld door een klant. Uh, ja, we willen dan en dan een evenement. En we zoeken een beetje zo'n soort stijl, Art Direction, whatever. En dan stoot ik dat eigenlijk direct door naar mijn partner. En die kent dat, dat netwerk van ZZP'ers. Die hebben we heel mooi opge, opgezet zo. En we handelen langs de lijnen van fair pay, uh, fair practice. Uh, uh, ja. Gewoon echt de culturele codes die ik heb geleerd in het ja, uh, beleidsleven. Ja. Die pas ik ook echt toe. Want in de sector. Op dans, op techniek, op productiepersoneel wordt echt zwaar uh, uh, bespaard. En dat is ja, niet gezond, maar... want ze maken het mooi. Mm -hmm. uh, dus wat wij doen, is we proberen enerzijds een vakbond te zijn voor zulke figuren. En anderzijds zulke figuren aan ons te binden zodat wij altijd de beste mensen hebben om uh, klussen uh, te doen. Als je zou zeggen wat, wat ben ik, dan zou ik zeggen wat ik het leukst vind is dan iemand heeft dan alles gemaakt al en dan ga ik zitten in een stoel. En dan word ik helemaal fan van die persoon weer. Dan ga ik helemaal in de mindstate van een tiener fan van die persoon. En dan ga ik gewoon kijken naar die show en bepalen wat duurt te lang. Wat is nep, wat geloof ik, wat geloof ik niet. Ja. En die wijzigingen doorvoeren in de show. Dus jij bent eerlijk in je feedback? Ik kan niet anders dan eerlijk zijn. En anders stop ik met het hele project. Ja. Dat is ook mijn, mijn vrijheid die ik. Uh, want ik, ik werk, ik werk nu wel als beleidsadviseur. Dat is ook maar gewoon ontstaan, eigenlijk. Maar ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik wil niet bij een label werken. Ik wil niet bij een publisher, ik wil niet bij een manager. Ja. Want ik moet mijn onafhankelijkheidspositie bewaren ja. en bewaken. Ja. Inmiddels sta ik daar wel een beetje anders in hoor. Want? Ik ben een wandelende belangenverstrengeling. <laughs> <laughs> en dat is oké. Okay. Ja. Ja, ja, maar ja, that's life. Als ik kijk naar hoe op het hoogste niveau gespeeld en gejoemeld wordt, ook in de cultuursector, dan uh, durf ik wel mijn hand in het vuur te steken voor mijn eigen ethiek. Ja. Echt wel. Je kan jezelf in de spiegel aankijken. Oh, hell yes. Helemaal komende waar ik vandaan kom. Ja. Ja. Geef je als laatste een keuze. Uh, onmogelijke keuze. Je moet kiezen. <coughs> je mag er maar één ding doen. Dus of je gaat uh, artiesten uh, creatief begeleiden. Uh, of je gaat in het Haagse, in het onderwijs... in alles wat te maken heeft met beleid en inhoud... mag je je stem uh, gebruiken om dingen te veranderen. Uh, of je pakt de creatieve businesswereld... Fashion, ja. de, bu de bureauwereld, alle zakelijke klanten. Ja, de ja. Mediamonks van deze wereld en ja. je mag de meest toffe evenementen organiseren. Maar ja. uh, je mag er maar één van die drie doen. Mm. Dus of dicht bij de artiest, ja. of dichtbij bij beleid, of ja. dichtbij bij het zakenleven. <coughs> ja. Ik ga dan gewoon rustig weer terug naar de artiesten, man. Daar ga ik het minste verdienen wel. Die afwisseling maakt het leuk ja, dat ik het kan uitwisselen met ja. elkaar. Want ik geloof ook bijvoorbeeld dat het beleidsleven heel veel kan leren van het zakelijke leven. Ja. En ook andersom. Ja. Eén kan van het andere meer het sociaal-culturele leren. En die andere kan weer leren over KPI's en hoe je, hoe je dingen gedaan krijgt. Want dat ja. lukt niet altijd ja. in het beleidsmatige. Maar ik, ik ga dan weer naar de kern. En dan blijf ik gewoon rustig. Ga <laughs> ik maar gewoon lekker uh, scratchen in een kamer waar niemand naar luistert. Dan heb je in ieder geval een fallback scenario, maar gelukkig was dit een fictieve vraag. Dus uh, hoef je die keuze niet te maken. Het is wel grappig dat je dat stelt. Want <tus> ik heb ooit, uh, uh, ik heb mezelf echt moeten vrijmaken van één groot trauma. En dat is dus geen geld hebben. Oh god, ik heb, heb ik wel genoeg geld. Als ZZP'er denk je altijd: kom ik wel rond, kom ik wel rond. Oh, Hoe ga ik het uh, doen? Oh, en, en dan stelde ik, een, in het begin had ik een bestelling geplaatst bij het universum. Ik wil leven van muziek. Maar dat is eigenlijk een hele bange bestelling. Ik kwam er na 15 jaar achter, ik kreeg een pen van de KVK, gefeliciteerd, je bent al 15 jaar ondernemer. En toen kwam ik erachter dat ik nog steeds denk hoe ga ik het volgende maand doen, ja. en dat was, dat was helemaal niet gezond. Ja. En toen heb ik het dus omgewend tot naar een, 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 een grotere bestelling. Uh, niet overleven, nee, thriven. Gewoon vrij zijn in alle, in alle definities en alle dimensies van het die, die je kan vinden voor die definitie. Uh, en grotere bestellingen plaatsen eigenlijk. En dat uit dat schaarste denken komen en richting, ja, ik, ik kan gewoon die investering, ik kan gewoon dit doen, ik kan gewoon dat doen, dat was echt een, uh, een hele belangrijke emancipatie eigenlijk. Ja, knap hoor. En eentje die ik ook bij artiesten probeer aan te wakkeren. Ja. Bestel groot. Ja. Want wat je bestelt, gaat toch wel komen. En dan zit je er 15 jaar lang hetzelfde ding te eten. Nog steeds, bami-soep. Je kon allang kreeft. <laughs> Niet dat kreeft per se, ja. Nee, maar ik snap het ja, 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 vind ik nog steeds lastig. Wat je nou zegt. Ik vind dit nog steeds lastig. Want ja, het is op ik, ik ook. Ja, en ja. dat kunnen we van onze grote vriend Victor leren. Ja. Weet je, hoe scale je op mentaal? Uh, want, want meestal scale je op, op dat, omdat er meer vraag komt. Maar dat is. Dan ben je nog steeds aan het volgen. Terwijl nu wil ik opscalen vanuit een leading-perspectief. Van oké, okay, wat wil ik. Ik kan sowieso alles. Nou, dat scheelt. En ik kan altijd terugvallen, want daarom kom ik op dit verhaal. Toen ik die bestelling eenmaal zag, dacht ik: Wow, wat, wat belachelijk dat ik nog steeds, nog steeds met dezelfde bestelling bezig ben. 15 jaar lang. Nu ga ik het groter bestellen. En weet je wat ik weet? In die 15 jaar heb ik bewezen: ik kan altijd nog workshop-docent worden. Ik kan altijd nog whatever, masterclasses geven in iets wat ik kan. Ja. Dus de basis, ik ben safe. Maar dat, dat is heel gek om dat te geloven. Ik ben veilig. Zeg maar. Nu nog hoor ik mezelf ergens zeggen: Is dat wel zo? What if? Is dat ja, wel ja. zo? Corona was wel pittig. Hè? Is ja. Ja, ach, ach, het is, dat is denk ik het meest frustrerende zelfsabotage ja. in het ondernemen. Ja. Dus dat probeer ik ook actief uit te bannen. Door gewoon uh, want ik merk dus dat uh, mensen die uh, wel uh, welvarend denken, mijn vrouw bijvoorbeeld. Die uh, heeft een restaurant. En die investeert gewoon bam. Ik, ik, ik moet een ventilatie, ik moet de beste. Wow, oké. Okay. En waar ik bijvoorbeeld vroeger zou denken... Wat is de goedkoopste waar ik voorlopig even mee rond kan komen? <laughs> Dat was mijn investeringsbeleid en nu heb ja. ik dat helemaal omgegooid naar haar investeringsbeleid. Ja, want dan moet je wel grote bestellingen doen, want anders heb je geen Precies. scenario waarom je het doet. Precies. Ja. En je moet het. Dat is nog het belangrijkere. Je moet het jezelf waard vinden. Ik denk dat uh, veel kijkers en luisteraars zich uh, hier uh, uh, in herkennen, Rakesh. Uh, ik in ieder geval wel, al zou het je misschien verrassen, maar. Uh, maar je dank voor dit gesprek? Ja, zeker. Graag gedaan. Ik eh. zou nog urenlang door kunnen gaan. Ja. <laughs> Daar heb ik dan weer zo'n hekel aan. Van die podcast die drie uur duren. Weet ik vind wel? dat dus... Ja, ik, ik kijk dat. Ja? Ja, ik Hef kijk er dit... eentje. Mijn vriendin vraagt altijd... Waarom kijk je dat? Die heet de Rookworst. <laughs> ja? En die is van Hef. Ja? Van een rapper. Ja? En ik zei tegen haar van... Ja, dit is gewoon eigenlijk mijn VI. Ja, ja, ja. ja, ja. Als ze, voetbalfans naar nou, dit... Dit is mijn vakblad. Zo leer ik de psycho van mensen beter kennen... Die, ja. Met wie ik werk, zeg ja. nou. Ja. Het is heel gek, maar ik, heel vaak weet ik precies wat er in die persoon omgaat. En ook dat ik het niet mag benoemen, want dan ja. oh, is het te confronterend. Maar als, doordat ik het weet, begrijp ik hoe ik moet manoeuvreren met die persoon om gedaan te krijgen wat ik moet doen. Ja. Een goede producer, die produceert onzichtbaar, die laat het lijken alsof het allemaal niet zijn idee is. Het is allemaal zijn ideeën, maar, maar dat wat je gisteren deed, dat moet je doen. Oh, oké. Okay. Maar op een gegeven moment krijg je zoveel vertrouwen dat je kan zeggen: Weet je wat jij moet doen? Achterstevoren jodelen. En dan gaan ze dat gewoon doen. Ik ben benieuwd naar de eerste act waar iemand achterstevoren jodelt. Ik hoop boef. Vindt vind het concept. Ja, gaat hij weer, je Dankjewel, Kees. Heel erg graag gedaan. Hey, en dankjewel voor het kijken naar nou, weer een uh, prachtig gesprek op CVD TV. Heb je te luisteren naar de podcast? Uh, dan uh, abonneer je en dan mis je helemaal niks meer. Uh, en zit je op YouTube hieronder abonneren. Klik ook op het belletje om helemaal niks meer te missen. Voor nu, thanks. Hoi. ハハハハハハハハハ。